Goedemorgen, broeders en zusters in Overberg. We gaan vandaag de Bijbel openslaan bij het Bijbelboek Maleachi. Het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Het is vandaag de tweede Adventszondag. We leven toe naar kerst, we leven toe naar het moment dat we bewustig stilstaan bij de komst van de Heer Jezus naar deze wereld. En als we terugkijken naar de eerste komst van de Heer Jezus, dan mogen we ook vooruitkijken naar zijn tweede komst. De Heer Jezus is gekomen, maar hij zal nog een keer komen. En voor we het gedeelte gaan lezen uit Maleachi, is het goed om wat nader in te gaan op profetische literatuur in de Bijbel. De profetische literatuur in de Bijbel is niet gemakkelijk om te lezen, niet gemakkelijk om te bestuderen. Het lijkt soms meer een ver van het bed show. Wat kunnen wij hier nu mee als christenen vandaag de dag met profetische teksten? Als we de profeten lezen, wat voor betekenis heeft dat dan voor ons? Natuurlijk, er zijn ook bekendere gedeelten in de profeten, zoals Jesaja 53. Psalm 2, ook een profetische tekst. Waarin we zo duidelijk de belofte zien dat de Messias zal komen. De Heer Jezus. Andere gedeelten zijn lastiger te begrijpen en te interpreteren. Toch moeten we beseffen dat de profeten ook een begrijpelijke boodschap brachten in de tijd dat ze optraden. En kort samengevat kunnen we dan ook de boodschap van de profeten in drie onderdelen weergeven. Het eerste aspect van de boodschap is dat Gods volk Israël het verbond met hem heeft verbroken. En ze wordt daarom opgeroepen om zich te bekeren. Tweede aspect is dat als het volk zich niet bekeert tot God, dat dan het oordeel zal volgen. En God kondigt niet alleen het oordeel aan, maar over het oordeel heen wijst hij ook op een heerlijk herstel. Dus de profetische boodschap kunnen we kort samenvatten met bekering, oordeel en herstel, hoop. Ook christenen onderling verschillen als het gaat om het interpreteren van profetische literatuur. Dat heeft te maken met zogenaamde hermeneutiek. Hoe lezen we de Bijbels? Hoe lezen we de Bijbel? Welke regels hanteren we bij het lezen van de Bijbel? Het is belangrijk om bij profetische literatuur de kernboodschap en de rode draad van de Bijbelse openbaring vast te houden. Namelijk de doorbraak van Gods koninkrijk. Dat is essentieel. De doorbraak van Gods koninkrijk in deze wereld. In de Heer Jezus Christus. Wat houdt dat koninkrijk in? En hoe breekt dit door? En op dit punt is het best lastig om profetische teksten te begrijpen. Ook omdat de profeten zelf niet altijd zicht hadden op wat betrekking had op het nabije, de nabije tijd waarin ze optraden en de ultieme eschatologische hoop. De climax, het moment dat God definitief zal ingrijpen en deze wereld volledig zal vernieuwen. De herschepping. Het is soms lastig om dat goed te scheiden van elkaar, te onderscheiden. Bij de Joden leefde de verwachting dat als God zou gaan optreden, dat alles eenmaal en definitief hersteld zou worden. Dat was de Messiasverwachting van de Joden. Dus God zou en het beloofde herstel geven, en hij zou het oordeel over de goddelozen voltrekken. Belangrijke regel die ons kan helpen bij het interpreteren van profetische literatuur is om het Oude Testament te interpreteren in het licht van het Nieuwe. Het Nieuwe Testament geeft het licht om de betekenis van profetieën uit het Oude Testament te kunnen begrijpen. Ik zei al, de rode draad van de Bijbel is
De boodschap van Gods koninkrijk dat gaat doorbreken in deze wereld door de Heer Jezus Christus. En daarmee samenhangend is het thema gerechtigheid. De vraag naar de gerechtigheid. En we gaan in ons gedeelte zien vanmorgen dat dat een hele belangrijke rol inneemt. Dat brengt ons bij Maleachi zelf, de persoon. Wie is hij? We weten eigenlijk niet zo heel veel van Maleachi. Het boek zelf geeft geen informatie van hem. Zijn naam betekent mijn boodschapper. En men denkt dat hij heeft opgetreden zo tussen 437 en 417 voor Christus. In de woorden van hoofdstuk 1 vers 8, waar wordt gesproken over een gouverneur of een landvoogd, die kennen we uit de tijd van de Perzische periode, de tijd van het Perzische Rijk. Maleachi's optreden vindt plaats na de terugkeer van zo'n 50.000 Joden uit de ballingschap. De Joden zaten in ballingschap in Babylon en zijn op het moment dat Maleachi optreedt weer terug in Juda. De tempel is ook weer herbouwd. Maar in geestelijk opzicht waren het sombere tijden. Dat vinden we ook terug in het boek zelf. Er is teleurstelling onder het volk. Het is ontmoedigd. Het volk roept zelfs God ter verantwoording. En Maleachi bestaat uit zogenaamde twistgesprekken. We lezen 6 twistgesprekken in het boek. Het eerste twistgesprek gaat over Gods liefde. Daar wordt Gods liefde betwist. Als tweede zien we dat Gods naam wordt ontheiligd door de priesters. Als derde zien we dat Gods verbond is veracht. Het vierde twistgesprek, daar gaan we straks naar kijken, dat is dat Gods gerechtigheid wordt betwist. Als vijfde zien we Gods trouw ondanks Juda's ontrouw. En tot slot zien we Gods goedheid die wordt betwist door het volk. En je zou kunnen zeggen dat de eerste drie twistgesprekken in het boek Maleachi het eerste deel van het boek vormen. Daar worden de zonden van het volk en van de priesters benoemd en bestraft. En in het tweede deel van het boek, vanaf dat vierde twistgesprek, wordt de blik gewend naar de dag van de Heere. De dag dat God herstel gaat brengen. We gaan het gedeelte lezen. Maleachi hoofdstuk 2 vers 17 tot hoofdstuk 3 vers 5. Daar zegt het woord van God het volgende. U vermoeit de Heere met uw woorden. Toch zegt u, waarmee vermoeien wij hem? Doordat u zegt, iedereen die kwaad doet, is in de ogen van de Heere goed. Hij is hun genegen. Of, waar is de God van het oordeel? Zie, ik zend mijn engel, die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen de Heere die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond, in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt de Heere van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de Heere een graanoffer brengen in gerechtigheid. Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de Heere aangenaam zijn. Zoals in de dagen van oude tijden af. Zoals in vroegere jaren. Ik zal naar u toe komen voor het oordeel. Ik zal een snelle getuige zijn tegen de tovenaars. Tegen de overspelers, tegen hen die valse eden afleggen. En tegen hen die het loon van het daglonen met geweld inhouden. Die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen. En mij niet vrezen, zegt de Heer van de legermachten. Tot zover het woord van onze God. We gaan kijken naar drie aspecten in dit gedeelte.
Als eerste zien we dat Gods gerechtigheid wordt betwist in hoofdstuk 2, vers 17. Als tweede gaan we zien dat Gods gerechtigheid wordt beloofd in hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 4. En tot slot zien we dat Gods gerechtigheid wordt bewerkstelligd in hoofdstuk 3, vers 5. Dus Gods gerechtigheid betwist, Gods gerechtigheid belooft en Gods gerechtigheid bewerkstelligt. Wat lezen we in hoofdstuk 2, vers 17? Dus de klacht van God naar zijn volk. U vermoeit de Heere met uw woorden. Het volk van God vermoeit God met hun woorden. Het is een last voor hem geworden. Een last. En dat woord vinden we ook terug in het allereerste vers van Maleachi. Het is als het ware de motivatie voor zijn bediening. God moet een last kwijt bij zijn volk. Het volk zelf is hem tot last geworden. En hij wil daar verandering in brengen. Hij wil dat ze terugkeren naar hem. En daarom begint het boek Maleachi ook met het woord last. Een last. Het volk vermoeit God met hun woorden. En dan reageert het volk terug. Waarmee vermoeien wij hem? En dan lezen we dit. Ze zeggen, iedereen die kwaad doet, is in de ogen van de Heere goed. Hij is hun genegen. Of, waar is de God van het oordeel? Ze vragen zich af, waar is de God van gerechtigheid? Waar is de God van het oordeel? De geestelijke moedeloosheid. Waar we verder ook van lezen in het boek Maleachi. Ook als het volk zegt, het heeft helemaal geen zin om God te dienen. Het vertrouwen in God is weg bij het volk. En het is nu op zo'n punt gekomen dat het een last is voor God. Dat het volk dit blijft zeggen. Het is een ontevredenheid over Gods handelen. Waar is dan die God van oordeel? Die vraag is niet van toen. Die vraag wordt ook vandaag de dag gesteld. Als God dan liefde is, als God dan rechtvaardig is, waarom al dat lijden in deze wereld? Waarom alle ellende? Waarom alle chaos? Dit komt ergens vandaan, broeders en zusters. Dit moeten we snappen. Het volk is God gaan duiden in het licht van de omstandigheden. Het is heel gevaarlijk om God te willen duiden en God te begrijpen vanuit de omstandigheden die we meemaken in ons leven. Ik kan het op een briefje meegeven dat als uw godsbeeld wordt gestuurd, wordt geleid door de omstandigheden die u meemaakt, dat u een heel zwaar geloofsleven gaat krijgen. En dat het geloof ook zelfs geen stand kan houden. Het is van fundamenteel belang om de Bijbel te lezen. Dat is Gods openbaring. De Bijbel laat ons zien wie God is. Dat is ons anker. Dat is ons houvast. Dat is ons fundament. En met de kennis die wij van God krijgen vanuit de schrift, kunnen we door het leven gaan. En kunnen we in die omstandigheden handelen. En kunnen we denken op een godvruchtige manier. Alleen op grond van het woord kunnen we koers houden. En alleen dan worden wij ervoor bewaard om God neer te zetten als iemand die niet rechtvaardig is. Het is essentieel om vast te houden aan dit woord. Essentieel. Een standvastig geloofsleven komt voort uit een scherp zicht op God vanuit de schrift door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus.
En God reageert hierop. God reageert op deze woorden van het volk. Hij belooft gerechtigheid. Dat zien we in de versen 1 tot en met 4 van hoofdstuk 3. Hij zegt daar, zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen de Heere die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt de Heere van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de Heere een graanoffer brengen in gerechtigheid. Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de Heere aangenaam zijn. Zoals in de dagen van oude tijden af. Zoals in vroegere jaren. Een prachtig gedeelte. Vol hoop, vol belofte. En we lezen in totaal vier. Vier beloften van God. De eerste is dat hij zijn engel zal zenden in vers 1a. Zie, ik zend mijn engel. Het woord engel kan ook vertaald worden met boodschapper. Zoals ik al zei, dat zit in de naam van Malachi, mijn boodschapper. In het Nieuwe Testament zien we dat dit gedeelte wordt toegepast op Johannes de Doper. Dat lezen we in Matteüs hoofdstuk 11, vers 10. En een parallel gedeelte in Lucas 7, vers 27. Daar staat, want hij, dit zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Hij, Johannes de Doper, is het over wie geschreven staat. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht. Die voor u uit uw weg gereed zal maken. We lezen het ook in Marcus 1, vers 2. Dan lezen we, het is zoals er geschreven staat in de profeten. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van iemand die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonde. Dus die engel, die boodschapper waar in Malachi 3 vers 1 over wordt gesproken, dat is Johannes de Doper. Dat is de interpretatie van het Nieuwe Testament zelf. En wat was de boodschap van Johannes? Dat lezen we in Matteüs 3 vers 2. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat lang verwachte koninkrijk. Dat koninkrijk waarin God heerst over alles en iedereen, over mensen, over dieren, over schepping, over alles. Dat koninkrijk, zegt Johannes, is nabijgekomen. Dat is de eerste belofte. De tweede belofte die vinden we in vers 1b van hoofdstuk 3. Daar staat, zie, ik zend mijn engel. Dat is de eerste belofte. Dan de tweede, die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen de Heere die u aan het zoeken bent. Wat opvalt hier, aan deze belofte, is dat deze ingaat op de kern van de vraag van het volk van Juda. Waar is de God van oordeel? Waar is de God van gerechtigheid? Let op, ze vragen niet alleen om het oordeel. En ze vragen niet alleen om gerechtigheid. Ze vragen waar is de God van het oordeel? En hier zegt God, ik kom zelf. Ik kom. Ik kom. En mijn engel, mijn boodschapper, die zal ik zenden om voor mij de weg te bereiden. Dit is een messiaanse profetie. God zelf in de persoon van de Heer Jezus Christus zal komen. En vanuit het Nieuwe Testament weten we dat. Johannes de Doper is de wegbereider geweest voor Jezus. En hij predikte
Een doop van bekering tot vergeving van zonden. Het koninkrijk der hemelen, door de komst van de Messias, de komst van Jezus Christus, is nu werkelijk nabijgekomen. Een heerlijke belofte. Ik zei net dat het bij profetische literatuur soms moeilijk is te onderscheiden welke profetieën betrekking hebben op de tijd van toen en welke profetieën betrekking hebben op de ultieme climax, op het herstel van alle dingen. Dit zie je ook terug in Matthäus 3, vers 8 tot en met 12, waar Johannes preekt. Hij zegt dan dit: breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen van Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Dit is een beeld van ultieme eschatologische hoop. Dit is een beeld van het oordeel. En toch noemt Johannes dat hier. Hij vervolgt: ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard om zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dat heeft betrekking op de tijd toen, de uitstorting van de Heilige Geest, onder andere. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Ook dat is een beeld van oordeel. Maar we lezen daar ook van reiniging. Dus we lezen hier verschillende aspecten die ingaan op de onmiddellijke nabije tijd van Johannes zelf. Maar we lezen ook aspecten van het ultieme eschatologische, van de ultieme eschatologische voleinding, hoop. Het herstel van alle dingen. Kortom, wat wij nu vanuit het Nieuwe Testament weten, is dat het doorbreken van Gods koninkrijk en het aanbreken van de dag van de Heer aspecten bevat en vervullingen van profetieën bevat die niet allemaal op één en hetzelfde moment plaatsvinden. Het vindt niet allemaal op één en hetzelfde moment plaats. En als Johannes spreekt over die reiniging, dan komen we bij die derde belofte die God geeft in Maleachi 3, vers 3. Daar wordt gesproken over reiniging. Die reiniging, die is voor zondaren confronterend pijnlijk. Het is een reiniging die niet zozeer werkzaam is aan de buitenkant, maar het is een reiniging die begint van binnenuit. Een reiniging vanuit het hart. En het feit dat die reiniging confronterend is voor zondaren blijkt wel uit de woorden die we lezen in ons tekstgedeelte. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Deze woorden zien we ook terug in Openbaring 6, vers 16 en 17. Daar lezen we: en ze zeiden tegen de bergen en de rotsen: val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? Wie kan staande blijven als de Heere zelf komt? Wie kan staande blijven? Wat hier wordt bedoeld is dat de reiniging van Gods volk een diepgaand werk is. Van nature worden wij beheerst door de zonde. Wij zijn zondaren van nature. We leven in verzet tegen God. We hebben hem niet lief. We haten hem. En als hij komt in zijn volmaakte majesteit, heiligheid,
heerlijkheid. Wie kan dan voor hem bestaan? We kunnen het zelf lezen in Johannes 3, vers 19 tot en met 21, dat ook de Heer Jezus zegt, in soortgelijke bewoordingen, dat wij zondaren zijn. Jezus zelf ontmaskert ons. Wij worden ontmaskerd door de Heer Jezus. Hij is het licht van de wereld. En wat doet Hij? Dat lezen we in Johannes 3, vers 19 tot en met 21. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. De komst van de Heer Jezus naar deze wereld is een oordeel. De komst van de Heer Jezus naar deze wereld is een oordeel. Waarom dan? Dat lezen we verder. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat van zijn werken openbaar worden, wordt dat ze in God zijn gedaan. De komst van de Heer Jezus naar deze wereld is een oordeel. Hij is het licht. En als Hij komt, worden wij in het licht gezet. En wordt ons duistere hart blootgelegd. Wordt onze zonde blootgelegd. Dat is een oordeel. Daarom de vraag: wie kan zijn verschijning verdragen? Wie kan zijn komst verdragen? Wie kan bij zijn verschijning stand houden? Het is nodig dat we gereinigd worden, broeders en zusters. De Heer Jezus moet ons reinigen. Niet alleen rechtvaardigen, maar ook reinigen. En het goede nieuws lezen we in de vierde belofte. Dan lezen we dat het graanoffer in gerechtigheid zal worden gebracht. In vers 4 van hoofdstuk 3. Ik wil twee aspecten van het graanoffer eruit lichten. Als eerste, we kunnen de richtlijnen voor het graanoffer lezen in Leviticus hoofdstuk 2. En in vers 11 lezen we dat er geen enkel graanoffer dat aan de Heere wordt aangeboden met zuurdeeg bereid mag worden. Er mag geen zuurdeeg in zitten. Het tweede is dat elk graanoffer met zout aangeboden moet worden. Deze beelden zien we ook terug in het Nieuwe Testament. Paulus schrijft in 1 Korinthe 5, vers 6 tot en met 8 over het zuurdeesem, dat uit de gemeente moet worden verwijderd, de zonde. En het is heel interessant om te zien wat hij daar voor reden aanvoert. Hij zegt: het paaslam, Christus is geslacht. Doe dan de zonde uit uw midden weg. Hij spreekt daar in de context van kerkelijke tucht. En wij vinden dat vandaag de dag liefdeloos. Want wie zijn wij om te oordelen over een andere? Dat is liefdeloos. Dat mogen we niet doen. Maar daar zegt Paulus nou juist dat we het moeten doen, omdat Christus geslacht is. Wij leven in een tijd waarin het offer van Christus op zoveel manieren wordt misbruikt en als voorwendsel wordt gebruikt om vast te houden aan dingen die we los moeten laten. Om dingen te kunnen blijven doen waar we mee moeten stoppen. Maar Paulus gebruikt dat juist in 1 Korinthe 5 als aansporing om te breken met zonde. Waarom moeten we stoppen met zonde? Waarom moeten we het uit ons midden weg doen? Christus, ons paaslam, is geslacht. Als tweede, het zout. Dat zien we ook terug in het Nieuwe Testament. De discipelen van de Heer Jezus worden in Matthäus 5, vers 13 het zout der aarde genoemd. Zout gaat bederf tegen. We zijn het zout der aarde, zegt de Heer Jezus daar. En dat offer laat dus op symbolische wijze de toewijding aan God zien. Toewijding
aan God. Geen zonde, geen compromis, maar volledige toewijding aan de schepper van hemel en aarde. Het is ook belangrijk om te zien dat deze woorden gericht zijn aan de priesters. Aan de zonen van Levi, de Levieten. En Levi was de derde zoon van Jacob en Lea. En zijn nakomelingen worden Levieten genoemd. Zij behoren tot het priesterlijke geslacht. Waarom wordt dit nou juist tegen de priesters gezegd? Dat kunnen we lezen in hoofdstuk 2, vers 7 tot en met 9. God heeft ook tegen hen iets te zeggen. Hij zegt daar, voorzeker, de lippen van een priester moeten kennis bewaren. Uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken. Want hij is een gezant van de Heere van de legermachten. U echter, u bent afgeweken van de weg. Velen hebt u door uw onderwijs in de wet doen struikelen. U hebt het verbond met Levi teniet gedaan, zegt de Heere van de legermachten. Daarom heb ik ook u verachtelijk gemaakt, een onbeduidend voor heel het volk. Want u neemt mijn wegen niet in acht en ziet bij uw onderwijs in de wet de persoon aan. Dit alles hebben deze priesters niet gedaan. Dit is Gods aanklacht tegen de geestelijke leiders, tegen de priesters in de tijd van Maleachi. Ze zijn zelf geestelijk afgedwaald en ze hebben het volk meegenomen in die afdwaling. Maar dan die belofte, die geweldige belofte die God hier geeft. Er zal verandering komen. En nee, niet door een zondige priester. Niet door een zondige menselijke priester. Nee, er gaat verandering komen door de priester, door de hoge priester van het nieuwe verbond. Jezus Christus. Hij komt om te reinigen. Hij is gekomen om te reinigen. Hij heeft geleefd, volmaakt en is gestorven in onze plaats. Hij heeft de wet van God volmaakt gehoorzaamd, volmaakt vervuld. En daarom is zijn volmaakte gerechtigheid beschikbaar voor iedereen die nu, op dit moment, zijn of haar vertrouwen op hem stelt. Hij heeft plaatsvervangend geleefd, maar hij heeft ook plaatsvervangend geleden en is plaatsvervangend gestorven. Met zijn lijden, met zijn sterven, heeft hij de vergeving van zonde gekocht voor zijn volk. Zodat iedereen die in vertrouwen tot hem gaat, gerechtvaardigd kan worden voor het aangezicht van God. En we lezen hier dat deze belofte wordt gegeven voor de priesters. Maar als we het Nieuwe Testament lezen, dan zien we dat het wordt uitgebreid naar het hele volk van God. Lees maar 1 Petrus 2, vers 9 en 10. Daar staat, tegen nieuwtestamentische gelovigen geschreven, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Wij, de nieuwtestamentische gelovigen, zijn erbij gevoegd. We zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Dus de beloofde reiniging waar hiervan wordt gesproken in Maleachi 3, heeft ook betrekking, juist betrekking, op gelovigen in het Nieuwe Testament. Gelovigen in de Heer Jezus Christus. En de vraag is, ervaren wij de reinigende kracht van het offer
van Christus. Ervaren we de kracht van het offer van Christus. Er is al gezegd, we worden niet volmaakt als we tot geloof gekomen zijn. En dat zullen we ook niet worden in dit leven. Maar als we terugkijken, zien we dan ontwikkelingen in ons leven waaruit blijkt dat het offer van Christus ons voor eens en voor altijd heeft veranderd. Dat we werkelijk nieuwe scheppingen zijn in Christus. Zien we dat in ons eigen leven? Ervaren we daarin de reinigende kracht van het offer van Christus? Want niet iedereen wordt gereinigd. Dat brengt ons bij het slot. Bij hoofdstuk 3 vers 5. Namelijk dat Gods gerechtigheid wordt bewerkstelligd. Niet iedereen wordt gereinigd. Niet iedereen wordt behouden. We lezen in vers 5 dat God zegt, ik zal naar u toekomen voor het oordeel. Geen reiniging. Maar oordeel. Ik zal een snelle getuige zijn tegen de tovenaars, tegen de overspelers, tegen hen die valse eden afleggen en tegen hen die het loon van de daglonen met geweld inhouden, die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen en mij niet vrezen, zegt de Heere van de legermachten. En God richt zich hier op vier groepen zondaren. Hij richt zich tegen de tovenaars. Hij richt zich tegen de overspelers. Waar we uitgebreider van lezen in Maleachi. Echtscheiding. Verbondsbreuk in het huwelijk. God richt zich tegen hen die valse eden afleggen. En hij richt zich tegen degene die de zwakken onderdrukken. Oftewel de dagloner, de arbeider zouden wij vandaag de dag zeggen, de werknemer. De weduwe. De wees en de vreemdeling. Het gaat hier om maatschappelijke of sociale zonden. Het zijn zonden die plaatsvinden in de context van de gemeenschap. Mensen onderling. En dit is moreel verval in de maatschappij als gevolg van geestelijk verval. Een maatschappij die God loslaat, een maatschappij die vervreemd raakt van God, komt op dit punt terecht. Ieder voor zich, het recht van de sterkste. Niet meer wandelen in vertrouwen op God. Deze mensen, waarover wordt gesproken, zijn niet gereinigd door het offer van Christus. Hoe weten we dat? Dat weten we omdat als dat wel zo was, zij niet onder dat oordeel zouden vallen. Deze mensen zijn niet behouden. Het is een levensstijl geworden voor deze mensen. Ze zijn volhard. Ze hebben volhard in deze zonde. En daarbij, alsof het al niet erg genoeg is om te volharden in zonde, vinden deze mensen dat ook nog helemaal niet erg. Sommige christenen worstelen met zonde. En die maken zich druk. Ben ik wel behouden? Ben ik wel echt een kind van God? Nou, als jij je nog druk maakt over de zonde in je leven, dan is het een teken dat de Heilige Geest werkzaam is in je leven. Maar bij deze mensen is dat niet het geval. Deze mensen leefden in zonde. Hebben daarin volhard. En hebben zich daar totaal niet druk om gemaakt. Het is heel verleidelijk dat als we dit lijstje langslopen, dat we dan zeggen, nou, dat zijn vier categorieën zondaren en ik zit daar gelukkig niet tussen. Waar we voor moeten oppassen is dat we symptoombestrijding gaan toepassen. Deze vier groepen zondaren hebben namelijk één gemene deler met elkaar en dat is waar het vers mee eindigt. Namelijk, zij vrezen de Heere niet. Alle zonden komen voort uit het gemis, het gebrek aan ontzag voor God. Wij zondigen omdat we geen ontzag voor God hebben. Daar moeten we de zonde aanpakken, bij de bron.
We moeten de zonde niet tegenhouden als die naar buiten dreigt te komen. We moeten de zonde aanpakken bij de bron, namelijk de zonde in ons eigen hart. Dat is die reiniging waarover is gesproken. Geen ontzag voor God, broeders en zusters, dat is de wortel van alle zonden. En alleen het evangelie van Jezus Christus kan een oprecht ontzag voor God in ons hart bewerken. Alleen het evangelie kan dat. En de vraag is deze morgen, zijn wij onder de indruk van dat evangelie? En voor degenen die langer tot geloof gekomen zijn, zijn wij nog steeds onder indruk van dat evangelie? Zijn we dankbaar, zijn we verwonderd dat God niet op hetzelfde moment die reiniging en dat oordeel voltrekt in ons leven. Maar dat Christus eerst gekomen is om te reinigen, om te heiligen. En dat zijn komst aanstaande is, dat er nog genade is. Zijn we daar verwonderd over, zijn we daar dankbaar voor? Kunnen we dat zien als de genade en de goedheid en de liefde van God? Ik zei al dat ook de komst van de Heer Jezus in deze wereld een oordeel is. En als je goed kijkt naar het kruis van de Heer Jezus, dan zie je dat alles daar bij elkaar komt. Alles komt daar bij elkaar. Het lijden en sterven van Christus is het oordeel van God over de zonde van zijn eigen volk. En het lijden en sterven van Christus is ook het fundament voor onze heiliging, voor onze reiniging. Alles komt samen, broeders en zusters, in het kruis, het lijden, sterven van de Heer Jezus Christus. Het is een reinigend offer. Zo lezen we in Hebreeën 10, vers 10 en 14. En het is een offer als oordeel van God over de zonde van zijn volk. Dat lezen we in 2 Korinthe 5, vers 21. Het volk vroeg, waar is de God van het oordeel? U moet weten dat er een dag komt waarop deze God in gerechtigheid zal oordelen. Maar het is minstens zo belangrijk om te weten dat er een dag geweest is waarop God zelf in Jezus Christus naar deze wereld is gekomen en het oordeel zelf gedragen heeft. Waar is de God van het oordeel? Kijk naar het kruis. Kijk naar het kruis. Daar is de God van het oordeel. Daar is Hij. Daar is Hij. En Hij hangt daar. Voor u en voor mij. De God van het oordeel. Bedenk dit. Als we straks het avondmaal gaan vieren. Wie kan staande blijven bij het kruis van Jezus Christus? Wie staande kan blijven bij het kruis van Jezus, zal ten val komen op de dag van het oordeel. Maar zalig is hij die bij het kruis leert knielen. Zie op het Lam van God. Zie op het Lam van God. Geslacht om onze ongerechtigheden. Laat u, als het nog niet gebeurd is, met God verzoenen. Amen. Zullen we de Heere danken voor zijn woord en bidden om de uitwerking daarvan.
Vader in de hemel, God van gerechtigheid, we danken u dat we u in uw Zoon, de Heer Jezus, hebben mogen leren kennen als Vader. We danken u voor die openbaring van uw genade. We danken u, Heer Jezus, voor uw eerste komst. Dat u bent gestorven voor onze zonde. Dat u volmaakt hebt geleefd in onze plaats. Dat we door het geloof deel mogen hebben aan uw koninkrijk. Dat we dat al binnen zijn mogen gaan, geestelijk. Maar we danken u ook voor die belofte. Dat u zult terugkomen. En dat u alles zult herstellen, alles zult vernieuwen. En we bidden u, Heer Jezus, dat u door uw Heilige Geest het reinigende werk, wat u hier belooft in Malachi 3, dat u dat zult voortzetten in de gemeente. En dat u dat zult beginnen bij mensen die u nog niet kennen. We bidden om de verheerlijking van uw naam in dit machtige werk van verlossing. Door Jezus, onze Heer. Amen. Als antwoord op de preek zullen we gaan zingen: Heer, uw bloed.